Nummer 1. En als je verliest, dus als je een valse bingo hebt, moet je een liedje zingen. Hoeveel mag ik vertellen? Nummer 44. Bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude-dorp organiseerden zondagmiddag een straatbingo. Initiatiefnemer en caféhouder Yvonne van der Geest organiseerde de bingo om de straat in coronatijd toch nog met elkaar te verbinden. Nummer 9. Zo'n 18 adressen streden vanaf hun voortuin om de prijzen. Buurman en slager John van der Geest deelde op veilige afstand kippeling uit. En een overbuurman zorgde voor soep.